Sjaak, ontzettend leuk dat je ons te woord wil staan. Ik heb nu wel op het opnameknopje gedrukt. Ging dat wat mis? De Premier League in Cardiff. Kijk je ernaar uit? Ja, nee. Premier League is natuurlijk een prachtig toernooi met 8 hele goede spelers. Dus daar kun je alleen maar naar uitkijken. Dat kan bijna niet anders. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is niet mijn favoriete toernooi van het jaar. Dat mag ook duidelijk zijn. Ik vind het toch wel echt te lang en te veel van hetzelfde. Ja, dit weekend is echt een soort darts weekend. Hè? We krijgen weer Pro Tour, de Premier League dan en het Senioren WK. Waar kijk je het meest naar uit? Ja, dan toch nog wel naar de Premier League. Ik bedoel, daar gaat het voor mijn gevoel toch nog het meeste om iets. Kijk, de Pro Tour weet ik hoor. Daar gaat het, natuurlijk wordt daar het jaar gestart. En daar ga ik echt wel de uitslagen van volgen. Maar ik ga niet het hele weekend voor een beeldbuis zitten om naar de Pro Tours te kijken. Dat doe ik eigenlijk nooit. En ik heb daarbij dit weekend echt leukere dingen te doen. Ik ga ook de Super Bowl bijvoorbeeld doen dit weekend. Dus dit weekend is echt wel een gevuld weekend voor mij. Het WK voor bejaarden zal ik een klein beetje zijdelings bekijken, denk ik. Maar ik ga toch vooral me richten op de Premier League. Veel over gezegd, over de 8 Premier League namen. Ik wil graag nog jouw namen. Ook, het is wat laat, maar ik wil ze graag. Ja, het is een beetje mosterd na de maaltijd natuurlijk. Kijk, in het darten, hoe je het ook bent of keert, geldt, en dat geldt bijna in iedere sport, wie betaalt, bepaalt. En in dit geval is dat de PDC. Dus de PDC mag gewoon namen bepalen wie zij willen, die kiezen ze uit. Dit jaar had ik het idee dat ze vrij dicht tegen de top 8 van de wereld aan zouden zitten qua keuzes. En dan misschien de nummer 8 zouden laten vallen voor de winnaar van de Masters, als dat een ander zou zijn die niet in die top 8 zat. Maar ja, het werd toch wel verrassend, vond ik, het lijstje met namen dat er nu staat. Ik zou die dus niet gekozen hebben. Maar ja, misschien dat de kaartverkoop nog niet helemaal lekker ging. Of dat er andere redenen voor zijn om toch wat andere spelers te kiezen. En in dit geval kiezen ze dan, nou oké, voor de winnaar van de Masters dus. Hè, dus daarom zit Chris Dobie erbij. Ze hadden dat van tevoren niet aangekondigd. Ze konden er wel omheen. Maar klaarblijkelijk wilden ze die traditie dan toch nog in ere houden. Ja, en dan moeten ze dus ook andere mensen voorbij lopen. Ik vond het wel verrassend dat Humphries en Cross er niet bij zaten. Maar ja, goed, nogmaals, het blijft een keuze. En als PDC, wat je ook kiest. Je doet het nooit goed. Ja, snap je wel dat ze dan volgend jaar hebben besloten dat na het WK de namen bekend worden en niet na de Masters? Ja, ze hebben gezegd dat ze na het WK namen bekend gaan maken. Ze hebben niet gezegd dat ze alle namen bekend gaan maken. Dus het zou zomaar zo kunnen zijn dat ze 7 namen van de 8 bekend maken. Of 9 van de 10. Ik heb geen idee naar hoeveel ze gaan volgend jaar natuurlijk. En dat ze dan toch de Masters winnaar er gewoon nog bij houden. Ik moet eerlijk zijn natuurlijk. 2 jaar geleden werd dit geïntroduceerd, won Johnny Clayton de Masters, deed fantastisch in de Premier League. Joe Cullen vorig jaar wint de Masters vanuit het niets, doet het fantastisch in de Premier League. Dobie wint de Masters, wint ook de eerste avond. Dus ja, je kan moeilijk zeggen dat de PDC ongelijk heeft in dit geval. Dobby speelt dan nu tegen Price. Price voor eigen publiek. Ik ben wel geschrokken van het spel van Price tegen Aspinall van de week. Ja, sowieso de laatste maanden gaat het niet heel erg lekker met Price. Eigenlijk een beetje sinds de Grand Slam of Darts, waar hij 2 keer billenkoek kreeg van Barneveld. Daarna, ik heb het idee dat de honger een beetje weg is bij Price. En Price is een speler die met heel veel energie dat blok moet aanvallen. En als hij die energie niet heeft, dan is het spel ook gewoon een stuk minder. Ja, ik twijfel een klein beetje aan Price op dit moment, daar ben ik heel eerlijk in. Maar goed, ik zeg er ook wel bij, deze week spelen ze in Cardiff, eigen publiek. Kijk, als hij zich ergens voor kan opladen, dan moet dat deze week wel zijn, denk ik. Dus ik vermoed dat hij deze week wel goed zal spelen. Maar voor de rest van het jaar maak ik me echt wel zorgen om Price. Hij maakt echt een beetje uitgebluste indruk. En dat kunnen we eigenlijk niet gebruiken. We hebben, vind ik in ieder geval, wel spelers als Price nodig om een beetje spraakmakend te blijven. Je blijft het dan ook schandalig vinden dat hij elke keer wordt uitgefloten. Ja, maar ja, ik kan het iedere uitzending zeggen, dat maakt geen verschil. Dus ja, mijn mening is daar inmiddels wel over bekend, denk ik. Ik vind ook dat er iets aan gedaan moet worden, maar ik weet ook niet zo goed de oplossing, ben ik heel eerlijk in. Het is heel makkelijk zeggen van leg een wedstrijd stil of leg een avond stil, maar zo makkelijk is dat in de praktijk dan ook wel weer niet. Ik denk niet dat hij er heel makkelijk vanaf komt, namelijk. Dat is het probleem een klein beetje. Het publiek weet zelf niet waarom ze het doen, maar doen het omdat het publiek vorige week het ook deed. Ja. Wat moet je eraan doen? Ik ben opgegeven, heb ik het een klein beetje om het publiek te proberen op te onderwijzen, want dat werkt zeker niet. Ja, wat vind je überhaupt van het Premier League format? Zo zien we dat Van Gerwen net zoals vorige week weer tegen de Mieke van den Berg speelt deze week. Het wordt heel veel van hetzelfde wel een beetje, denk ik. Ja, dat denk ik ook.
Ik ben een oude man. Ik kan me ook nog een tijd herinneren dat er geen Premier League was. En dan speelde Van Barneveld één, misschien twee keer per jaar tegen Phil Taylor in een jaar. En dan kon je er een half jaar op verheugen dat ze misschien elkaar ooit eens een keertje tegen zouden gaan komen. Tegenwoordig komen ze elkaar 6 keer in de Premier League tegen. Voor mij haalt het een beetje de magie ervan af. Als het aan mij ligt, maar het ligt niet aan mij. Als het aan mij ligt, dan zouden we gewoon minimaal weer teruggaan naar het oude systeem waarin ze gewoon 2 keer tegen elkaar spelen in zo'n hele Premier League. En als men dan vindt dat zo'n dag te kort duurt, dan maken we het format wat langer. Maar dit, ja. Weet je wat het is? Als je naar zo'n zaal toe gaat en je ziet Van Gerwen opkomen de eerste keer. Nou, dat zag je afgelopen week ook heel goed, vond ik. Dan zie je een soort eruptie in die zaal. Iedereen is er klaar voor. Iedereen vindt het geweldig. Van Gerwen komt op het podium. De tweede keer denken ze, hey, daar heb je hem weer. En de derde keer zijn ze gewoon allemaal bier te halen. Ja, dan denk ik, wat maakt dit format nou sterk? Ik vind het niet zo sterk, als ik heel eerlijk ben. En dan naar de vloer. Je noemde zijn naam al, Raymond van Barneveld. Binnenkort heeft hij een titel van 2 jaar geleden te verdedigen. Wat voor jaar verwacht je voor Barney? Nee, ik verwacht eigenlijk wel een goed jaar voor hem. Hij staat echt lekker te spelen. Hij heeft natuurlijk heel veel vertrouwen meegenomen uit die Grand Slam of Darts. Had een wat mindere wedstrijd op het WK. Dat kost ook even tijd om het weer een plekje te geven. Maar dat heeft hij denk ik op dit moment wel gedaan. Ik weet dat hij best wel veel aan het trainen is. Veel met Jeffrey de Zwaan ook. En wat ik doorkrijg daarvan, ik spreek hem nog wel, is dat hij goed staat te spelen. Hij staat lekker te gooien. Hij heeft vertrouwen erin. Hij zit echt goed in zijn vel. Beter dat hij dat heel lang heeft gezeten. Dus denk ik dat hij wel een goed jaar gaat draaien. Hij heeft het afgelopen jaar ook goed gespeeld. Alleen dan won hij één wedstrijdje op de vloer. En daarna verloor hij. Eén wedstrijdje winnen, verliezen. En op de vloer is het nu eenmaal gewoon zo. Je kunt beter 3 wedstrijden op 1 dag winnen. Dan 3 dagen 1 wedstrijd winnen. Want dat levert gewoon meer op. Dus als hij dat een beetje voor elkaar krijgt. Dat hij op bepaalde dagen een paar wedstrijden weet te winnen. En dan bedoel ik dus echt een beetje ja, kwartfinales halen. Halve finale misschien een keertje. Dan schiet hij daar meer mee op. Dan gaat hij ook wat harder omhoog op die wereldranglijst. Ja, en dan weet je nooit wat er mogelijk is. Als hij zich weer kan kwalificeren voor matchplay, World Grand Prix, dat soort toernooien. Ik denk dat iedereen dat leuk vindt, ook de PDC. Daar verwacht je ook dat hij de stap kan maken naar de top 16 en eventueel volgend jaar de Premier League? Ja, dat is wel echt een lastige, denk ik. Ik vermoed bij Van Barneveld dat het toch wat lastiger voor hem is zodra hij heel veel wedstrijden op één dag moet spelen. Dat zie je dus ook op die vloertoernooien. De dag duurt gewoon te lang eigenlijk. Dat is het een klein beetje. Dat is bij de Eurotour ook. Als hij zich plaatst voor de Eurotour-toernooien, en dat is ook nog maar de vraag, want dat heeft hij vorig jaar ook niet zo heel veel gedaan. Maar als hij zich plaatst voor de Eurotour-toernooi, dan denk ik die eerste 2 dagen en de zondagmiddag, dat moet geen probleem zijn. Maar ik denk dat zondag uiteindelijk de dag wel te lang voor hem gaat zijn. En dat hij dus, het zal moeilijk voor hem worden om Eurotour-toernooien te gaan winnen. Zoals het ook moeilijk zal worden voor hem om bijvoorbeeld nog een keer een UK Open te winnen of een European Championship. Ik denk dat het voor hem, en dat zag je ook aan de Grand Slam of Darts, denk ik, vorig jaar. 1 wedstrijd per dag, dan kan hij prima handelen. Dan kan hij top spelen op 1 dag. Maar meerdere wedstrijden per dag, dat twijfel ik. En je hebt dat denk ik wel nodig om echt die top 16 of iets meer te halen. En ik denk wel dat hij de echte top 16 of meer moet halen, wil de PDC hem nog een keer uitnodigen voor de Premier League. Ja, jullie bij Viaplay gaan ook vloertoernooi doen, de Eurotour. Hoe kunnen we verwachten dat jullie dat in beeld gaan brengen? Geen idee. Kan je daar iets over zeggen? Nee, ja, ik kan er niet heel veel over zeggen. Ik heb er nog niet zo. Ik mag er nog niet heel zo. Het is ook niet aan mij om dat bekend te maken wat we ermee gaan doen. Kijk, ik heb in ieder geval nog geen weekenden vrij geboekt. Behalve dat ik op sommige Eurotour-toernooien dat ik er naartoe ga. En dat Ja. is niet voor Viaplay. Maar we kunnen zomaar Nederlands commentaar verwachten. Ja, verwachten kun je alles. Maar ik zou zeggen. Ik zou niet uitzendingen verwachten zoals we dat bijvoorbeeld bij de Premier League doen of zo. Dat gaat het denk ik niet worden. Maar je weet het nooit. Dan naar het senior WK. Onze trots zijn Koos van Pee en Roland Scholten, jouw vrienden. Ja, wat kunnen we van hun verwachten? Oeh, ja, ik denk een beetje tweeledig. Roland is wel echt al een tijdje uit de running. Die speelt ook gewoon niet zo heel veel meer. Speelt nog een beetje competitie lokaal. Heeft natuurlijk een vervelende blessure gehad. Is gewoon niet meer, lang niet meer bij het niveau in de buurt waar hij ooit gehad heeft. Dus voor hem zal dat denk ik lastig worden op dit WK. Nou, Cole, die kan het onder de bejaarden nog best wel aardig doen, denk ik hoor. Die staat, zie ik nog wel eens spelen, die staat best nog goed te gooien af en toe. En ik spreek natuurlijk Martijn Kleermaker en Ron Meulenkamp ook nog wel eens in de studio bij ons. En die zeggen, nou die oude man, die kan er best nog wel wat van. Dus
Ik denk dat Cole misschien nog wel de beste kans heeft. Hij speelt tegen John Part volgens mij de eerste ronde. En die zie ik hem wel winnen eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en dan daarna weet je het nooit. Als het Cole lekker zit en als hij zich lekker voelt. En misschien is deze omgeving voor hem wel heel fijn. Want hij houdt wel een beetje van die gezelligheid. En ik vermoed toch wel dat het daar ook een beetje om gaat bij dat WK. Dan kan hij zomaar heel ver komen, denk ik. Kijk, Thornton speelt nog nou ja, bijna wekelijks echt grote toernooien. En in ieder geval wedstrijden voor de camera's. Hij speelt heel veel in die Modus League. Die gooit nog gemiddeld rond de 90. Ik denk dat Roland aan de 70 misschien komt. En dat verschil is gewoon te groot. Daar moet je eerlijk in zijn. Ja. Wonderen zijn de wereld nog niet uit. Misschien vindt hij het heilige licht. Ik weet het niet. Maar nee, ik zou toch echt. Ik denk toch echt dat Point dat vrij makkelijk moet gaan winnen. Ja, Ik denk dat Roland er misschien ook wel denkt. het toernooi is voor het eerst te zien op de Nederlandse TV bij jouw oude vrienden van RTL 7. Ik Ja. sprak Marcel Meijer laatst, die heeft jullie ontzettend gemist. Is dat gemis wederzijds? Jazeker. Ja, nee, ik heb altijd heel fijn bij RTL samengewerkt. Niet alleen met Marcel, maar ook vooral ook met de mensen achter de schermen. We spreken elkaar ook nog regelmatig. Ik heb Marcel ook nog een beetje geappt de afgelopen weken richting de Dutch Open en richting dit toernooi natuurlijk. Dat ja, is toch hartstikke leuk. En ja, weet je, als het dart er eenmaal in je bloed zit, dan raak je het gewoon heel moeilijk kwijt. En dat geldt niet alleen voor de mensen die je in beeld ziet, maar ook voor de mensen achter de schermen. Ook mensen die ik bij SBS of bij Sport 1 nog mee samengewerkt heb, ook die appen me regelmatig als het WK er is bijvoorbeeld van, joh, we zitten te kijken en we vinden het toch wel weer leuk en wat missen we het. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Het is gewoon superleuk om bij betrokken te zijn. Omdat de wereld waarin we leven, de dartwereld, gewoon een hele leuke wereld is. En over het algemeen vrij normale mensen die heel leuk zijn. Je hebt overal uitzonderingen, maar normaal gezien in de dartwereld is het eigenlijk altijd best wel gezellig. Dus ja, ik hoop en ik weet bijna zeker, die zullen er echt een mooie uitzending van gaan maken. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja, vind je het mooi dat zij nu de alternatieve toernooien een beetje aan het oppakken zijn? Ja, goed, ik denk dat ze het in ieder geval een kans willen geven. Ook voor RTL is het natuurlijk best wel, RTL 7 is er best wel wat weggevallen met het darten. Dat was voor hun toch een steunpilaar in de programmering. Samen natuurlijk met het voetbal. Maar het voetbal zijn ze binnenkort ook kwijt. Dus zij moeten zich ook een beetje gaan richten op wat ze willen. En dan kun je natuurlijk proberen met het darten van nou ja, de senioren of van de WDF. Kun je misschien best nog wel een gaatje vullen. En ik hoop dat het Nederlandse publiek dat ook ziet voor wat het is. Weet je, als je gaat vergelijken het aankomend weekend met hoe Taylor in zijn topdagen was, ja, dan ga je bedrogen uitkomen. Ik ben er geen voorstander van om dit soort toernooien, moet ik heel eerlijk zeggen, op tv te brengen. Omdat ik toch liever de herinnering houd aan Phil Taylor die 110 gemiddeld gooit iedere wedstrijd. En vorig jaar vond ik het best lastig om hem zo te zien struggelen in die wedstrijd. Dat ik denk van ja, moet je dit nou nog iemand aandoen? Ik vind. Als je dit mooi vindt, dan moet je er naartoe gaan. Of je spaart er een jaar voor, ga je er naartoe. Dan ga je een middagje of een avondje of een dag ga je daar in de Circus Tavern bier zitten drinken. En dan ga je nog één keer juichen voor je oude helden. Maar dat is het dan ook wel. Weet je, ik doe ook zeer mijn best iedere dinsdagavond om op een bepaald niveau te darten. Maar ik vind echt dat je dat niet in beeld moet brengen. En dat vind ik wel van heel veel darten. Het hoeft voor mij niet allemaal uitgezonden te worden of in beeld gebracht te worden. Nee. Voor mij mogen sommige dingen ook gewoon achter gesloten deuren een beetje de magie van de kroeg bewaren. Ja, jij mag qua leeftijd volgens mij ook meedoen aan het senioren-WK. Zeker. Ik heb geen uitnodiging gekregen. Valt maar tegen. Geen ambities meer? Nee. Nee, geen ambities meer. Nee, ik dart nog met heel veel liefde in de competitie. Doe ik al jarenlang met een vriendenteam. Meer dan 25 jaar denk ik dat we samen spelen met z'n allen. Vind ik hartstikke leuk. Doe ik me stinkende best ook als ik aan de hockey sta. Maar nee, mijn dartcarrière is dat is wel het einde van mijn dartcarrière. Ja, we hadden het ook al over de Dutch Open. Je benoemde het net. Jij bent natuurlijk ook nauw betrokken bij de WDF. Heb jij stiekem een lijntje uitgegooid naar een RTL van joh, leuk om dit op te pakken? Nee, ik ben daar niet bij betrokken geweest, moet ik eerlijk zeggen. Het is echt de credits, alle credits aan de Nederlandse Dartbond in dit geval. En wat betreft de WDF, ik ben er echt zijdelings bij betrokken hoor. Ze vragen af en toe om mijn advies of dat soort dingen. Het is niet zo dat ik in het bestuur zit van de WDF of iets dergelijks. Dat heb ik allemaal niet. Ja, dan nog even over het senioren-WK. Ik vind het een beetje een apart toernooi met qualifiers en ranking die nergens op gebaseerd is. Uitnodigingen hier en daar. Ja, daar ga je ook een klein beetje weer de fout in. Jij denkt nog steeds vanuit een dartoogpunt dat dit allemaal eerlijk moet zijn en via een ranking moet zijn en zo. Ja, zo werkt het niet. Dit is gewoon een commercieel toernooi. Moet er gewoon kaartjes verkocht worden, televisietijd verkocht worden.
En op Dennis Harbour, met alle respect voor Dennis Harbour, verkoop je niks. En met Phil Taylor, ondanks dat hij geen pepernoot misschien meer gooit, verkoop je wel wat. Kijk, wat ze er dit jaar een beetje uitgehaald hebben, daar ben ik wel een voorstander van, is mannen als John Lowe bijvoorbeeld. Heel veel respect voor de man, 3 keer wereldkampioen geweest. Maar die is gewoon niet meer fit om te spelen. Die is bijna 80. Dus die hebben ze een soort ambassadeursrol gegeven. Prima. Vooral doen, in die zaal, lekker met de mensen praten, foto, handtekening, betaal hem er ook voor, maakt me allemaal niet uit. Maar niet meer laten spelen. Dat gaat gewoon niet meer. Bobby George hetzelfde. Ik hou van Bobby George. En ik hou van wat hij is en wie hij is. Maar je doet hem en niemand er een plezier mee door hem nog wedstrijden te laten spelen. En wie wordt de wereldkampioen? Welke wereldkampioen? Tegenwoordig moet je altijd bij vragen welke wereldkampioen. Het senioren wereldkampioen. Het senioren WK. Ja. Het zal waarschijnlijk toch een van de mannen zijn die nog echt wel actief zijn in het darten. Thornton is denk ik de grote favoriet. Gok ik. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heb gekeken naar wat de wedkantoren doen. Ik zou kijken naar Chris Mason. Ik denk dat die hoge ogen gooit. Die heeft een paar keer zien spelen. Die speelde best nog wel aardig. En anders krijg je toch, let op de qualifiers met name. Hè? Want die zijn gevaarlijk. Die spelen heel veel nog. Die zijn onbekend, maar die zijn wel heel erg goed. En misschien iemand als Leonard Gates, van Amerika. Die heeft nog het WK van de PDC gespeeld afgelopen seizoen. Misschien dat hij een topwedstrijd kan spelen. Hey, het mooiste zou zijn natuurlijk gewoon als Phil Taylor terugkomt. 110 gemiddeld gooit in iedere wedstrijd. En gewoon weer met een beker omhoog staat. Maar ik denk het niet. Wilt u meer zien van 4-3-3-Daars? Abonneer dan op de YouTube channel of volg de social media kanalen.